ben hallucinaal. Eindelijk, Alberto, ben je van die bank afgekomen? Ja, een speciale reden natuurlijk. Fansupport bestaat 20 jaar. Hoeveel? 20 jaar. Kun je wel nagaan, dat is een deel van mijn leven natuurlijk. Spelers hebben afgesproken dat ze vandaag met 2-0 winnen, vanwege die 20 jaar natuurlijk. Voor fansupport, leuk gebaar. We praten met wat mensen die daar ook mee te maken hebben. En we zien een fantastisch doek natuurlijk weer. Kijk mee! Als eerste ga ik praten met de nieuwe voorzitter. Want jullie weten allemaal, de oude voorzitter Ger, die is overgestapt naar de officiële supportersvereniging. En ik sta dan met Robbie Rob. Ja, voorzitter, is dat anders? Ja. Ja? Ja. Moet je meer dingen regelen dan? Veel meer. Ja? Ja. Nou, ben je er al niet meer blij mee? Jawel, jawel. Oh, ja, tuurlijk, tuurlijk. We hebben het altijd mee kunnen maken aan de buitenzijde. Ja. Ja, nu moet ik naar binnen. Ja, nou moet je, ja. Nou moet je zelf wat doen. Nou moeten we het allemaal. Ja, we doen het met z'n allen. Ja. Maar 20 jaar feestsupport. Toen jullie in het begin, zeg maar in het Zuiderpark begonnen. Toen dacht ik bij mezelf, ja, daar hebben we weer zo'n groepie. Die komen een paar maanden wat je doen. Je kent toch ons? Ja, nou ja, luister, het publiek ken jullie vroeger niet. Nee. En ik eigenlijk, ik kon jullie alleen van de jongens, maar ja. Verder. Nee. Dus, maar nou ben je ineens 20 jaar verder. Jullie hebben het 20 jaar gedaan. Ja, ja. Ja, wel hard werken. Ja. We hebben hard gewerkt. Maar we hebben altijd veel sfeer gemaakt. Ja. Echt veel sfeer. Mooie spandoeken. Mooie spandoeken. Ja, er zijn een paar uitblinkers. Ja. Ja, ja, hij vond ze allemaal mooi, man. Ja, ze zijn allemaal. Maar er blijven altijd een paar bij. Ja, dat zijn natuurlijk. Er zijn er altijd een paar bij die schieten eruit. Ja. Maar ja, dan vraag ik me eigenlijk ook af. Jullie doen dat met, ik denk, een man of 6-7 vasten. Ja. En de rest zijn allemaal vrijwilligers. Want ja. Jullie zijn vandaag met een wedstrijddag, zullen met een man of 20. Ja, zeker. Ja. En de rest is allemaal vrijwilligers, maar ja. Het is echt, echt touwtrekken. Ja. Ja, vandaag ook natuurlijk, ja. Want jullie hebben weer een mooi spandoek laten maken. Weer een hele mooie spandoek. En ik ga er niks over zeggen. Dat kun je gewoon zeggen, maar want dit is het ADO-journaal. Die is niet zo vlot. Die zendt het pas uit als iedereen het gezien heeft. Ja. Dus? Het hartje van? Van? Fansupport. Van Fansupport? Ja. Oké. Okay. Ja. Meer ga je niet vertellen? Nee, meer ga ik niet vertellen. Nee. Nou maat, we gaan het meemaken. Zijn er nog dingen die je kwijt wil? Heb je nog vrijwilligers nodig? Of, nou, jij bent al gevraagd bij deze. Ja, dat weet ik. Ik ben ook natuurlijk. Nou, ik zal je even vertellen. Kijk. Ik ben natuurlijk ook op een gegeven moment op een leeftijd en ik vind het eigenlijk niks om de wedstrijd achter het goal te kijken. Dat vind ik niks. Ik ben gewend om op die lange zij, dus ik zit op die lange zij. Maar voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd, ja, ben ik hier. Want dit is toch het sfeervak. Het zijn de sfeermakers, maar het zijn ook gezellige gasten, nooit geen rottigheid. Hier loopt alles door elkaar. Ja toch? Dat is het toch een beetje? Ja, ja, we zijn gewoon voor de gezelligheid. Ja. We moeten het gewoon met z'n allen doen en dat doen we met z'n allen. En ook het publiek, hè? Ja, precies. Niet vergeten het publiek. Nee, jullie hebben een goed publiek achter het doel. Ja, we hebben echt een heel goed publiek achter het doel. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik hoor nu sirenes, dus moeten we wegwezen. Nee. Succes vandaag, maat. Verder nog wat? Ga je nog... We gaan nog een feestje. Oh, is er nog een feestje? Er is nog een feestje na de wedstrijd. Oh, dat zou ik maar niet zeggen, want stel je voor dat ik het eerder erop zet. Dan staan ze hier allemaal. Dan hadden ze maar moeten komen. Ja, nog eentje uit de begintijd. Jeroen, 20 jaar fansupport. Ja, super tof wel, toch? Ja, dat we dat zo lang vol hebben gehouden. Ja. Of de mannen nu in ieder geval ook. Je was eventjes weg bij fansupport. Maar de laatste tijd zie ik af en toe spandoekjes hangen. En dan vraag ik wie hebt dat gemaakt. En dan zeggen ze Jeroen. Ja, nee, ja, maar het bloed gaat waar het kruipt waar het niet. Maar ik blijf altijd trekken. En ik vind het nog steeds leuk om altijd dingen te doen. En als er ideetjes zijn, dan ga ik altijd vragen van kunnen we er wat mee? En dat vinden ze die jongens ook leuk. Dus, Jeroen begin fansupport. Ja. En Jeroen nou, wat is het verschil? Nou, wat minder haar en minder actief, maar nee, ja, de ideeën zitten eigenlijk nog wel hetzelfde. Weet je. Het liefst zou ik elke week de vuurwerkpotten en de spandoeken de lucht in huizen. En wat mij betreft mag het elke week feest zijn. Ja, maar ja, de dingen veranderen in het leven, Alberto. Ja, nee, precies. Dus daar wil ik het over hebben. Want je hebt niet alleen bij fansupport je best gedaan. Maar je hebt ook een zoon gekregen, maar we zien altijd de spandoek, Wolf. Ja, van Wolf, ja. Ja, dat is mijn zoontje. Hoe oud is die nou? Die is nou 9 geworden, 9? 9 jaar.
9 jaar. Ja, ja, je weet nog wat het dus geboren werd met dat kleine, echt, kleine pakje. Nou, ik zou je vertellen, ik was in dat ziekenhuis de man die het tevoorschijn heb getoverd. Ja, want ze hadden op dat moment geen arts aanwezig. En jij was kliniekloon. Ik was kliniek. Ja, ik was kwam eigenlijk binnen met een grappie. En toen zei ze, nu. Ik zei, nou. Ja, en het is allemaal goed gekomen, want hij is er nog steeds. Kijk, en dat, ja, mooi, is, dat is dat is face support. Support. Ja. Ja. Mooi, hè, maat. Ja, maat. Nou, veel plezier vandaag. Komt helemaal goed. Dan zijn we dan met een van de eerste face support. Leden. Tony, yes. 20 jaar fansupport. Ja, ongelooflijk. Heel hard gegaan, heel veel dingen gedaan. Ja, gewoon een kikke tijd van mijn leven. Ja? Ja, zeker. En wat was de beste vlag? Echt de beste, de beste. Ik vond Goodfellas. Goodfellas, ja. Ja, en dat was een van de mooiste jaren die we ook de laatste tijd hebben meegemaakt met dat ze goed voetbalden en zo. En ja, dat vond ik de mooiste. En de herinneringen in het zuiderpark met dat keetje. Hè? Ja. Barbecues, hè? Met kerst. Ja. Hè? Ja, een stukken vlees. Ja, ja, heerlijk. Goh, ja, mooie dat tijd. Was echt mooi. Dat zeg ik, het is echt heel snel gegaan, ja toch. En ja, ik vond dat toch wel de mooiste tijd. Ja, ja. Het zuiderpark was de mooiste tijd. Met de keten inderdaad. Hier is het ook wel leuk, maar toch heel anders. Hey, Osman, ja, heel anders. Positief, adoschanaal. Oh, sorry, we moeten positief blijven. Ja, het stadion hier is hartstikke leuk, maar het lijkt op een sardineblik. Nee, ja, ik vind hier, ik heb het hier heb ik het ook wel gevonden. Weet je, als ik hier naar binnen loop, dan is het toch een tweede huis, zeg maar. Weet je, je voelt je eigenlijk, nou, ik voel me eigenlijk alweer thuis. Ja, ik voel me ook hier thuis. Dus, nee, dat is waar. Ja, ook mooie dingen meegemaakt. Vandaag gaat het ook weer heel mooi worden natuurlijk. We hebben een hoop dingen, ja, dat zullen jullie dadelijk wel zien, want er komen mooie dingen aan. Hard gewerkt, hard gewerkt. Ja, natuurlijk, we hebben het iedere keer bij als je aan V-support denkt, denk je aan de doeken. Nou, sta ik bij mijn vriend, die eigenlijk, dat is Koos, die probeert Italiaans, die op de achtergrond. Patrick, 20 jaar V-support. Hoe lang, hoeveel jaar heb jij de doeken gedaan? 20 jaar denk ik. Ja? Ja? Zo lang? Zat er vanaf het begin al bij natuurlijk. En als je 20 jaar meetelt, dan Zuiderpark begonnen natuurlijk met die kleine doekjes nog toen de tijd. Het was 10 bij 10 of zoiets. En nu zijn er doeken van 25 en 30 meter lang bij 12. Ja, en vandaag is een doek, daar heb jij niet aan meegewerkt? Nee, heb je wel iets met ontwerpen te maken gehad of helemaal niks? Ja, ontwerpje heb ik wel gemaakt. Alleen ik zit met een schouderblessure, wat al redelijk lang speelt. Dus, en precies de schouder? Nou, beide schouders. Oh, beide schouders, oké. Okay. Ja, frozen shoulder heet dat. Oh ja, ja, dat ken ik. Dus daar word je niet vrolijk van. Nee. Het vloeken met het al onbekende haasse woord. Als je je arm optilt, dan voel je die steken. Ja, 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 nou, ja, met alles eigenlijk. Ja. Je kan hem tot bepaalde hoogte tillen, weet je. En dat is slapelijk voor gaan meten. Maar goed, dus we hebben een gym uit de kast getrokken. Oké. Okay. En die heeft er iets moois van gemaakt. Okay. Ontwerpje heb ik wel gemaakt en hebben we uitgevoerd eigenlijk. Ja. Hoe is dat dan? Want dan sta je toch een beetje, terwijl je altijd ding is geweest, sta je toch een beetje aan de zijkant, op de zijlijn. Is ook gezellig. Ja, jawel. Het is altijd leuk om dingen voor elkaar te krijgen natuurlijk, maar het is anders. Maar de reacties op de doeken zijn altijd geweldig. Ook voor jou, want ik lees ook op Facebook of weet ik van Twitter, ik noem maar wat. Ja. Daar lees ik ook altijd van, ja, Petje, heb je eigenlijk wel overtroffen. Ja, dat wordt steeds hoger gelegd natuurlijk. Ja. Waar ben je verder nou mee bezig, nou je niks kunt doen dan? Ja, weinig. Ja? Beetje achter de schermen met allerlei dingetjes bezig. Met graffiti en street art dingetjes, weet je wel. En gallery-achtige dingetjes proberen op te zetten. En gewoon zoveel mogelijk mijn armen rust te geven. En misschien volgend jaar weer een groot spandoek voor de tover of zoiets. Ja. Ik hoorde net iemand zeggen, mooie doeken. Ja, ik vond de Goodfellas vond ik de mooiste. Wat was jouw favoriet? Ja, dat is moeilijk. Dat wordt iedere keer gevraagd. Maar achter elk doek zit een verhaal, weet je wel. Ja. Goodfellas is mooi. Die van mijn hart, mijn club, mijn leven. Dat had een apart verhaal natuurlijk met iedereen erop. Ja. Die met elke jacht. Dat was een hoop werk, hè? Al die hoofden ook. Ja, ja, ja. Je weet nog in die school. Ja, ja, die school. Geloof ik duizend keer dat doek verhangen. Ik heb nog steeds een bureaustoel van die school. Ja, gekocht, hè? Ja, ja, ja. Gekocht, want die kon je voor een tientje of zo kon ik die kopen. Ja, dat was beneden toen, de uitverkoop. Ja, 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 ja. Dat waren leuke dingetjes, weet je. Dat, Maar je bent ook 20 jaar ouder geworden, maat. Is dat snel gegaan? Mooi, ik weet het eerste doek nog in het Zuiderpark. Ja, ja. Dat, nou, dus je hebt wel een goed geheugen.
Nog wel, ja. Maar wat ik gisteren heb gedaan, weet ik niet meer. Lange termijn geheugen gaat wel, maar korte termijn is echt... Nou, maat, ik hoop dat we volgend seizoen weer van je doeken kunnen genieten. Laten we het hopen. Oké, thanks, maat. Ja, 20 jaar fansupport, maar niet alleen de oude garde, maar er zijn ook nieuwe. Ik sta bij Maandis. Maandis, nou, sinds een jaar of twee ben je nog bij fansupport? Ja, ik zit nu 2 jaar bij fansupport. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja? Hele leuke groep zijn we. En je lijkt me ook een type die een beetje de boel aanspoort. Ja, natuurlijk. Wil je ook zo, wat je ziet bij de anderen, en zoals Jappie op Midden-Noord, wil jij een beetje het aan gaan vuren? Ja, ik wil het hier een beetje wakker maken, want het is hier altijd een tijdje dus dood geweest. Ja? Dus nou moet het een beetje... Beetje wakker schudden. Beetje sfeer komen. Ja, luister maar, je voetbalt zelf ook, keeper. Ja, ik ben zelf ook keeper. Ik hoop het liefst dat ik over een paar jaar hier ook onder de lat sta. Ja, natuurlijk. Ja, want hoe oud ben je nou? 17? Ja, ik ben nou 17. Ja. Maar je had er allemaal te zijn dan, hè? Liefst wel, maar misschien komt het nog. Heb je al een manager? Nee, nog niet. Nou, luister, maat. Ik ben net begonnen met een beetje spelersbegeleider, noem ik het dan. Dus dan, het Adelsjournaal heb nou in zijn stal ook Maandis de Pas. Die zit bij me in de stal nou. Ik heb nog wel problemen met zijn vader waarschijnlijk. Want die is er niet mee eens. Even snel tekenen dadelijk, maat. Maar fansupporter, weer een doek. Jullie zijn al bezig geweest. Hij hangt in principe klaar om gehezen te worden. Klopt. Ben jij ook een hijzer? Nou, nee. Ik sta aan de onderkant om hem lekker... Strak te trekken. Dat hij strak te staat. Oké. Nou, maat. Zijn er nog meer vragen, Hofman? Weet jij nog een vraag? Ja, nou, wat jouw mooiste vlag was? Ja, 17 jaar. En ik weet nog dat je geboren werd. Dus je hebt een hoop vlaggen gezien. Wat vond jij je mooiste vlag van fansupport? De mooiste vlag van fansupport vond ik of die No Place Like Home. Of de vlag met de Ghostbusters. Die vond je ook goed? Ja. Was niet zo'n beste seizoen met de Ghostbusters? Nee, dat niet. Maar ik vond wel... Die vlag is ook over heel de wereld gegaan. Ik vond hem echt verschrikkelijk mooi, die vlag. Oké, thanks, maat. Nou, en nog dat je nog lang bij fansupport hebt. 20 jaar moet je het volhouden minimaal. 20 jaar. Zit ik bij, ik had het net al met Robbie erover, dat Ger naar de officiële supportersvereniging is gegaan. Maar ik zit nou toch met hem, Ger. Dat is een hele overstap. Ja, dat is een mooie uitdaging, denk ik. Want je hebt 20 jaar fansupport gedaan en dan ga je nou weer de supportersvereniging. Jacco hebt dat altijd gedaan. Dus dat is heel iets anders, denk ik. Ja, dat is heel wat anders. Dan ben je met hele andere dingen bezig. En ik denk dat in de roerige tijden die nu is en Jacco gestopt is, het belangrijk is dat er een goede supportersvereniging is. En ja, nu krijg ik de kans om dat mede te gaan opzetten. Ja, dat is een mooie uitdaging. Ja. Maar 20 jaar fansupport, hoop gebeurt. Wat zijn voor jou de mooie momenten? Ja, toch wel de mooie grote vlaggen die we hebben gemaakt. Ja, zeker weten. En welke is dan bijvoorbeeld zo'n favoriet van je? Ja, dat zijn er wel een paar, maar Goodfellas was wel iets wat... Die wordt meer genoemd. Ja, dat geloof ik graag, maar dat was het hele seizoen natuurlijk. En dan, ja, dat was wel heel mooi. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een doek gemaakt met allemaal supporters erop. Ja. Dat was ook wel een hoogtepunt als je dan zo jezelf en je maatjes omhoog ziet komen. Ja, dat klopt. Maar ik stond er toevallig ook op. Ja. Ik weet ook niet waarom. Waarschijnlijk omdat ik voortdurend aanwezig was.
Ja, dat zit er wel in, hè. Ja, laten we Alberto ook maar vragen. Nee, ja, maar dat waren natuurlijk gewoon mensen die al die daarop stonden, die al in het Zuiderpark kwamen. Een heleboel hadden ook wel iets betekend voor de club, op wat voor manier dan ook. Maar toen jullie fansupport begonnen, dat was in het Zuiderpark. En toen gingen we hier naartoe. Toen werden jullie een beetje, ook door mij, denk ik, een beetje gezien als de, nou niet verraders, maar van ja, wij, want wij wilden gewoon op die lange zij allemaal. En jullie gingen achter het goal als sfeerteam, omdat dit was in de ja, zoals ze het gepland hadden, dit was het sfeervak. Nou, niet helemaal. In eerste instantie zouden we de fanatieke supporters zouden vanaf vak M achter het co-show in de hoek was de bedoeling vanuit de club gezien. Nou, daar was natuurlijk al wel weerstand tegen. En toen kwam er natuurlijk het laatste seizoen Zuiderpark. Vanwege dat Midden-Noord natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat was ik zelf. Ik ben zelf ook kind van Midden-Noord. Dus ja, eigenlijk horen we daar te staan. Alleen toen kregen we het laatste jaar Zuiderpark. Met, ja, we degradeerden hier en daar een incidentje. En toen werd eigenlijk alle plannen geschrapt. Er kwam geen supporters home. Dat stukje lange zijde qua sfeervak werd ook weggehaald. Want iedereen moest gaan zitten op de lange zijde. En ja, toen kregen wij de keuze. Als jullie als fansupport door willen, dat is één plek. En dat is achter het goal. Ja, wij vonden het toch wel, wij wouden toch wel heel graag door. En ja, ik denk dat we toch wel wat moois neer hebben gezet hier achter het goal. Ja, zeker die 20 jaar ook. Of tenminste, vanaf 2007 is je er weer. Ja, 2007, ja. 2008. Ja. 2007, ja, 2008. Ja, ja, ja. Ja, dat is zeker ook een lange tijd al. Dus eigenlijk het grootste gedeelte. Het grootste gedeelte is eigenlijk hier geweest. En natuurlijk, er zijn dingen in het Zuiderpark, sinds het 100 jaar bestaan, waar we echt een heel mooi doek maakten. Maar de ontwikkelingen in het maken van de doeken is natuurlijk ook met stappen vooruit gegaan. En die worden mooier en mooier en mooier. En ja, dat is wel hier allemaal gebeurd. Maar fansupport is toch meer dan alleen doeken? Ja, tuurlijk. We proberen zo goed mogelijk sfeer bij de uit- en thuiswedstrijden te creëren. Door ja, het is vlaggen meenemen. Vlaggen meenemen, spandoeken ophangen, ja. Een beetje herrie maken. Ja, ja. En ja, dat. Ja. En inmiddels, want jullie waren zeg maar de Mogol achter het goal, weet je wel. Inmiddels. Gaat dat beter met jullie en Midden-Noord, hè? Ja, gaat een heel stuk beter. Ja, nee, echt zeker weten. We hebben goede samenwerking. Ja. Spreken dingen af met elkaar? Ja, ja, wat nemen we mee naar uitwedstrijden? Wat doen we thuis? Passen we het aan elkaar aan? Gaan jullie met zwijvlaggen? Gaan wij ook met zwijvlaggen? Doen jullie een sectordoek? Dan doen wij ook een sectordoek. Weet je, dat soort dingen. Dus dat het, ja. Beetje op elkaar afstemmen. Zeker. En ik denk dat er ook langzamerhand steeds meer smeershow door komt in het stadion. Ja. En ja, dat is een goede ontwikkeling. Oké, maat. En dus, nou ga je 20 jaar ga je lekker bij de officiële fanclub. Ja, na 20 jaar gaan we het verlaten. Het doet wel pijn. Ja. Het is ook heel raar, want ik neem aan, nu je dit doet, dat je niet meer alleen bij fansupport kan gaan zitten zoals we nu zitten. Je zal ook bij anderen je neus moeten laten zien. Ja, in principe wel. Gelukkig bestaat de supportersvereniging uit een wijde groep in het stadion. Als alles lukt, zitten de bestuursleden vanaf het kidsvak tot aan deze kant. Dus alle tribunes zijn vertegenwoordigd door een bestuurslid of iemand die in de adviesraad zit. Dus ja, dus we zijn als het goed is straks echt overal zichtbaar en willen aanspreekpunt zijn over alles. Ja, maat, vroeger was je automatisch, als je een seizoenkaart kocht, was je automatisch lid van de officiële supportersvereniging. Zijn jullie daar weer mee bezig? Nou, om zoiets te bewerkstelligen? We willen dat graag in ieder geval nog een minimaal een seizoen aan de club vragen of dat mogelijk is. Misschien wel twee, maar we willen wel naar echt een ledenbestand met betalende leden. Oké, ja.
Maar ja, we hebben tijd nodig. We moeten eerst laten zien wie we zijn, wat we doen. Dus ja, en alles wat je doet, heeft natuurlijk ook weer een financiële kant. Dus die steun uit de, wat we krijgen vanuit de seizoenkaarthouders, die hebben we echt nog wel heel hard nodig volgend jaar. Oké, maat. Nou, succes en thanks en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We gaan een feestje maken. Is het vraagje, ik ben er 3 weken geleden, maar hij is eindelijk eens binnen. Waar is het vandaag gekomen dan? Oh, bestaan jullie 20 jaar? Nee, 5 jaar. Zie je dat, Jan Os? Ja. Nou, Tony, je bent niks veranderd. Ja, weet je, blijf samen. Ja. Het is niet anders. Directeur, fansupport. Ja. 20 jaar. 20 jaar. Is dat mooi? Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Samen met Koos natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben blij bij ons directeur dat hij langsgekomen. Ja, ik zie Koos. Zeker. Dat zijn de leuke dingen, hè? Zeker, 20 jaar dat echt. Ja. Even maar gewoon feliciteren. Ja, zeker. Ja. Koos gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ik zie Koos zeer regelmatig. Ja. En iedere keer die smile en het enthousiasme. Ja. En dat is eigenlijk het enthousiasme van fansupport. Hadden het allemaal maar, dan ja. Het zou mooi zijn. Goed He? Voorbeeld. Ja, absoluut. Okay. Dankjewel. Na de voetbal in de tent.
plaats nummer 10, Arno van Kellegom. Zeg maar op de afterparty van Feest Support 20 jaar. De voorzitter is weg. De voorzitter is weg. Ja. Is die gewoon weggegaan? Ja, dus je bent weer even tijdelijk in functie, hoor. Dat moet dan maar. Ja, oké, man. Gewoon gezellig, hè? Ja, toch. Ja. Lekkere hapjes en mooie taart. Ja. Mooie afsluit. Dat was ook mooie vuurwerk, hè? Ja, was heel mooi, hè? Ja, ja. Ja, stond jij buiten? Ik stond buiten. Oh ja. Nou, dan krijg je, word jij maandag of dinsdag van je bed gelegd. Nee, ik heb niks aangesteld. Oh, je stond wel buiten. Oh, je stond toevallig buiten? Ja. Oké, okay, omdat je in het stadion niet mag roken. Ja. Ja, oké. Okay, dus, maar een mooie dag. Hele mooie dag, zeker. We gaan er proberen een leuk filmpje van te maken. Dus, een geslaagde dag. Ja, toch, maat? Ja. Nou.